een eigen huis, een plek onder de zon. En al daar iemand in de buurt die van mij houdt. Ik en jij ook, mensen met ja, veel geld. Ook en interesses. In vrouwen. Ook en verstand van zaken. Ja. In houden van vastgoed. Ja. Vastgoed. Dat was de link uiteindelijk. Vastgoed. En vandaag laten wij zien dat hij de zoon van de makelaar is. En ik gewoon heel goed ben in vastgoed. Wat gaan we doen dan? We gaan namelijk huizen schatten van waarde. Ik doe even een vest aan. Ben koud. Nee, maar... Ben je fuck pussy? Doe het niet als je vastgoed gaat beoordelen, doe je niet een voetbalshirt aan. Nee, inderdaad, nee. Ik geloof, doe je namelijk Rusland gewoon een voetbaljack aan. Een Rusland trainer. Ik ben een Russische investeerder en ik ben op zoek naar vastgoed. Mensen, abonneer hier op mijn kanaal. Raoul. En Raoul. Ook op Koen. Koen. En laat een blauw duimpje achter, dankjewel. Er zijn heel veel mensen die de laatste tijd mijn video's kijken, maar niet geabonneerd zijn. Dat meen je niet. Ja. Heel veel. Ja. Ja. Mensen, wat zijn we nou aan het doen? Ja, klopt. Ja, sinds ik Matties poepslaaf was en butler. En, ja, hij heeft gezegd! We hebben hem! Het eerste huis wat wij gaan inschatten, wij maken allebei een schatting, staat in Leeuwarden. Dit huis staat in Leeuwarden. Het is 84 vierkante meter. Zo! En 185 vierkante meter grond. Je binnenkomst, de hal. Leuk. Laminaat. Woonkamer. Beetje leeg. Het is leglaminaat, dat is niet... niet duur. Niet heel duur. Dit is een echte Outlook, maar blijft laminaat! Mooi huis, leuk ingericht, kleuren. Ja, maar die inrichting heb ik er niet bij, dat weet je. Nee, weet ik, maar ik wil niet iedereen's huis afzeiken, zeg maar. Nee, okay. Mooie open keuken, niet heel groot. Nou ja. Maar drie pitten. Maar is dit een heel huis, of is dit een appartement? Dit is een heel huis. Een heel huis van 84 vierkante meter. In Leeuwarden. En een tuin, diepe tuin. Een hele diepe tuin. Hele diepe tuin is dit. Dit is een hele diepe tuin. Koen, wij gaan een schatting maken, denk ik. Ja, maar ik... Oh, nu staat het. Dat is kut. Je kan wat wil jij gokken? Ik wil 2 ton wilde. Ja, ik ook 2 ton. Oké. Okay, dit werkt niet. Dit werkt niet. Je moet het niet wegklikken. Je moet het niet wegklikken. Nee. Daar zijn we nu achter gekomen. We moeten het niet wegklikken. Het staat 1-1, want we wilden allebei 2 ton, dus... Ik 199 had ik zeker gewonnen. Ja, oké. Okay. Het volgende huis staat in Almere. Nee, het is bij ons om de hoek. Bij ons om de hoek. Dat is de buren. Ja, het is een bungalowachtige woning. 53 vierkante meter. We gaan er eventjes doorheen. Het lijkt wel alsof het op een vakantiepark staat. Hout de buitenkant. Het is duur aan onderhoud. Jezus Christus. Helemaal hout van binnen. Is wat lelijk. Het moet toch een vakantiehuisje zijn, of niet? Geen duidelijke afscheiding van de tuin. Wel mooi glas. Mooi, lekker licht, lekker licht. Ja, giet, is dat cementenvloer? Gietvloertje. Gietvloertje? Ja, dat zie je natuurlijk snel. Maar dat hout, Koen, ja, 53, 4. Oh, we gaan nog omhoog. Ja, maar dat is een bergruimte, is dat. Oh, oké, dat is niet veel. Nee, oké. Want het is geen trap, is dat. Oké, wat zeg jij ervan? Moeten allebei in ons hoofd... Ja, we gaan schrijven op, want ik vertrouw het voor recent, ja. Moet ik even nadenken. Dingen als locatie en zo, dat is natuurlijk ook van groot belang. Maar weet je wat mijn moeder altijd zegt? Nou? Het belangrijkste van... Waarom zeg ik dit? Je gaat eerst opschrijven, hierna ga ik pas zeggen. Het belangrijkste is de buurt waar die in staat. De 3 belangrijkste dingen bij het kopen van... Bij de waarde van het huis. Maar dit is een gouden tip, hoor. Schrijf maar mee thuis. Locatie, locatie, locatie. Locatie, locatie, locatie. Maar daarom. En dat nemen wij nu niet in beschouwing, maar Almere, place to be. Oké, wat heb jij? Ik heb 160.000 euro. Ik heb 139.000 euro. 139.000 heb je. Oké, 3, 2, 1. 125! Ik zit er dichtst bij! Hè? Boom! Goed, het volgende huis, dat staat in het altijd prachtige Laren. Laren? Ja. Weet je waar dit is? Herken je dit? Ja, ik weet wel welk deel van Laren het is, maar dit is vlakbij mijn oma in de buurt. Goh! Mijn oma. Ja. Dat is, ben je van oma? 2 nog. Hé? Hier wonen veel oudere mensen, volgens mij. Okay. Er zal wel bruin van binnen zijn. Het heeft 92 vierkante meter. Het is, dit komt uit de oorlog. Hier verbranden ze... Is dat een gaskachel of zo? Wat is dat? Ik denk gas... Of een broodrooster. Wat een prachtige inrichting van dit prachtige huis. Een hele mooie keuken. De tuin is een beetje vervallen, maar wel steen. Makkelijk in onderhoud. Ja. Dan hebben wij een... Nee, maar luister, iemand gaat hierin en die gaat alles eruit slopen. Oh, groot. Dat wordt helemaal door zo. Hier zit nog veel, daar zit nog veel achter. Zo! What the fuck? Zo. Ja, dit is 227 vierkante meter. Perceel dan, denk ik. Zo, dit is niet lelijk, hè? Dit is hoe het huis van mijn ouders eruit zag voordat ze het helemaal hadden verbouwd. Oh, tjoh, ga eens terug eentje.
Volgplekken. Overal vlog. Vlogt. Overal vlogt. Ze vlog en ze knol. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb 344.950 euro. Ik heb 450.000 euro. Zo! Ik zit een tonnetje eronder. 450.000. We gaan wegklikken. Terug. 425! Oh! Fuck! Ik zat van 4 ton. Ik ben van 4 ton ben ik naar 4,5 gegaan. Met 4 had je ook gewoon. Ja, klopt. Kut! De volgende staat in het altijd prachtige Vlieland. 160 vierkante meter en 445 Vlieland, dat vierkante meter is een waddeneilandje. Ja. 445 vierkante meter grond, Koen. Dat is heel lang. Heel, heel groot. Hele diepe tuin waarschijnlijk. Aan één kant vrijstaand. Ja. Niet vrijstaand, maar aan één kant geen... Half vrijstaand, ja. Poeh. Tapijt. Mooi. Mooi. Ben je fan van, hè? Big fan. Lekker niezen. Ja, ook Jezus hier. Ook hier ga je voornamelijk betalen voor de grond, toch? Want dit moet allemaal nog de keuken, de badkamer moet eruit, de slaapkamers moeten eruit. Een groot stuk grond. Ik weet het al, ik hoef niet meer te zien. Vlieland. Zo, wel, je hebt uitzicht op de zee. Ja, dat is niet zo moeilijk in Vlieland. Nee, dat is ook wel waar, ja. Ik denk dat je bij elk huis in Vlieland uitzicht hebt op de zee. Schrijf maar eerst. 275.000 euro. Oh, ik heb 220.000 euro. 220? Ja, ik denk dat dit helemaal niks kost in Vlieland. What the fuck, jongen. Maar wie gaat hier 5 ton voor betalen? Even serieus, hè? Vakantiehuisje. Besef hoeveel geld je moet verdienen om 5 ton te kunnen betalen. Maar waar ligt het bij platform? Maar ik dacht ook wel, het kan ook best zijn dat die waddeneilanden best duur zijn. Dat is ook wel zo. In Vlieland heb je heel weinig. Ja, dat is het waarschijnlijk. Ja, alleen dit stukje waarschijnlijk. Ja, en dit is wel de dorpstraat van Vlieland. Ja, had ik wel moeten weten. We hebben dan het volgende huis. Het volgende huis staat in Haarlem. Dit is bij mij in de buurt. Letterlijk. Oh. Dit is letterlijk achter mijn straat volgens mij. Oké. Okay. Nou, nee. Dan, dat is oneerlijk. Nou, deze weet ik wel, denk ik. Ja? Ja. Oké. Okay. Hoeveel vierkante meter is het? Het is 257 vierkante meter. Dat is de Houtstraat. Ja, oké. Okay. 257. Ja, deze weet ik wel. Maar dit lijkt ook heel erg op jouw huis. Dit is in dezelfde stijl. Ja. Oké, okay, ik weet het al. Jij weet het al. Oké, wat heb jij? Ik heb 975.000 euro. Nee, ik heb 1,6 miljoen. 1,6,5 miljoen? Ja. Wat de fuck? Jongen, jij onderschat Haarlem echt, jongen. Haarlem, ja, Haarlem is tandenduur. Ik weet dat zo duur is. Haarlem is tandenduur. Ja. Ik wist dat het duur was, maar ik dacht... Grote tuin ook, hè? Ja, het heeft een hele mooie tuin ook. Groot, mooi. Ja, en je hoeft ook niet veel meer aan te doen. Mooie keuken. Je hoeft er niks aan te doen. Het is prachtig. Een wijnkoeler. Ja, lekker. Dat vind ik zo mooi, vind ik dat. Ja, dat is heel mooi, hè. Een Vino Fridge. Vino Fridge. Volgende, daar heb je misschien ook weer een voorsprong, want daar heb je gewoond in Rotterdam. In Rotterdam, ja. In Rotterdam. Rotterdam is heel klein. Het heeft 74 vierkante meter en dat is het dus. De inrichting ben ik niet heel erg fan van. Ja, maar je moet die inrichting, maar kijk, ga eens terug eentje. Die inrichting maakt niet uit, dit rost je uit, dan ziet het er gewoon redelijk netjes uit. Nee, maar dit staat er gewoon niet meer in. Het is druk. Maar het is heel druk, want die kaarsenhouder. Maar ja. Dat is natuurlijk niet een mooi exterieur. Mooi exterieur. Nou, ik heb ook geen idee waar dit is. Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat het wel redelijk uit het centrum is wel. Ja, maar dat hoeft niet eens hoor. Ja, zeg, waar Matt woont, nou, als je daar achter een foto maakt, ziet het er ook zo uit, hè? Klopt, dat is lekker centrum. Nee, maar dat is niet zo groot is dat. Nee, sorry. Het is wel mooi voor de niet heel groot, maar 2% bed erin. Bart, dit is waarde. Ik denk dat ik het weet. Je denkt dat je het weet? Ja, ik hoop gewoon dat het niet heel erg in het centrum is. Ja, ja. Ik heb 299.000. 299? Ja. Ik heb 425. Zo, nee, maar dat is te veel, man. Dat is echt te veel. We weten niet, we gaan het nu zien. 150? Oh, ja. Is dat zo weinig? Ja, wel weinig hoor. Is sowieso... Ja, IJsselmonde is echt ver uit het centrum, hè. Zeg maar, Roffa is... Voor mij... Het is bij het... Oh, ik denk dat het... Oh, hier. IJsselmonde. Ja, hier... Ja, het is wel ver, hoor. Uit het centrum. Heel ver. Ja. Ja, oké. Okay, maar als ik dat had geweten, dan... Oké. Okay. Volgende huis... Ameide. Ameide. 114 vierkante meter. Zo. Dit is iets dat Mattie zou willen kopen. Ja. Dit is 114 vierkante meter. Veel. 143 vierkante meter grond. Parkie voor de deur. Ja, lekker wel groen. Mooi. Dit is wel krap. Dan heb je zo'n woonkamer, maar dan is de helft van je woonkamer stoelen. Ja. Maar ja, wat wil je dan doen? Rondrennen? Dit is, lijkt wel op Mattie's huis. Vijf pitjes. Dat is lekker hoor. Dat kan je goed koken. Grote afzuigen. Geen last van staan. Ja, ik weet het al, jongen. Zo. Een tapijt ook overal. Oeh. En badkamer laatst ook gedaan. Een toiletje. Hockey. Hoeveel kamers. Stukje stoelen. Zo. Vet.
Oh, dan kun ik even wat bij de prijzen bij nu ik dit heb gezien. Oké, okay, ik heb opgeschreven. Kijk, Mats zegt tegen ons dat aan mij echt duur is. Omdat duur? Ieder... Ja, aan mij is duur, omdat iedereen die daar woont, die wil daar wonen. Want, want die blijven er allemaal. Ja. Een soort van, ja, dan hebben ze seks met elkaar. Zeg. Ja, ja. Dus ik heb 499.000 euro. Jezus, ik heb maar 260.000 euro. Nou, ja, denk dat ik ja, zeker 100. Ja, dan denk je dat je zeker 100. Ja. Zal rond de als je dat zegt, rond de 5 ton zijn. Ah! Oh, 260! Ah! Ja, ik zit er maar 15 naast. Ik dacht, dit is kaas. Oh, wat, jongen, als je het kijkt, jongen. Dit is toch ongelooflijk. Zullen we dan Mat vragen hoeveel het is? Of dit, ja, dit... zullen we even halen? Ja. A few moments later. Dit huis staat in Ameide, 114 vierkante meter. Hoe duur is het? Waarom zit jij dit? Dat is 260. Eh? 275, ja. Ik zou ook 260. Ik dacht 5 ton. Hoezo, dit is een rijtjeshuis. Ja, maar jij ooit zei van ja, aan mij is alles fucking duur. Ja, dit is toch het duur voor zo'n huis? Dit huis staat in Amsterdam. Sterker nog, ken jij dit? Dat is jouw oude straat? Ja, dat is mijn oude straat. Hier woon ik. Charlotte de Bourbonstraat 27. Nu kan ik het eindelijk zeggen. En waar, dit is de 29 die te koop staat? Nee, 23. Oh. Dus dat is twee ernaast. En hoeveel vierkante meter is dit? 52. Dit is 52 vierkante meter. Ik hoef niet te kijken hoeveel het is. Ik weet het, denk ik. Waarom weet je dit? Omdat jij weer op lopen spieken? Nee, omdat het toch bij mijn oude huis is. Ja, dan hoe weet je dan nu hoeveel het kost? Nou, ik weet niet nu, maar ik weet wel hoeveel dat kostte toen mijn oude huurbaas het had gekocht. Ja. 6 jaar geleden. Dus je hebt flink wat inflatie, maar... Oké, okay, dan even kijken. geen tuin. Met een balkon waar je overheen kan kotsen of ook niet? Ja, zeker. Oké, dat verandert wel iets. Sterker nog, 10 meter daarnaast heb ik echt heel veel gekost. Oké, okay, wat heb jij, Roel? Ik heb 375.000 euro. Ik heb 325.000 euro. Heb je 325? Zo, ik had dus eerst 350. Maar... 350. Oh, oh, oh. Zo, wat goed. Yes! Hartstikke idee. Ja. Precies goed, dus dubbele punten. Dat is niet dubbele punten. Oh. Ja. Niet dubbele. 5-4. Lelystad 179 vierkante meter. 698 vierkante meter grond. Zo. Zou je hier dan willen wonen? Poeh, nee. Nee? Wat? Nee. No offense, maar ik weet niet of er in Lelystad veel te doen is. Nee. Poeh, weet je wat je heel vaak ziet bij grote huizen, zeg maar? Ja. Dat mensen dan echt van die pauper-auto's hebben. En weet je welke auto's ze het allervaakst hebben? Opel. Nee, zo'n oude Volvo. Oh. Zo ja, waar die hond achterin kan. Ja, klopt. Zo'n lage oude Volvo. Is, dat is helemaal hip, was dat. Oh. Mijn buren vroeger hadden dat ook. Die hadden ook zo'n ding. Ja. Hey, Koen. Ik weet niet wat de huizenmarkt in Lelystad heeft gedaan. Ik moet zeggen op de basis hoe... Jezus Christus, wat is dit, man? Oh, my lord! Wat ziek! Oh. Het lijkt wel nep. Nee, dit kan niet. Ja, ik heb al genoeg gezien, Koen. Even kijken. 724 grond, wel veel. Ik vind dit echt heel moeilijk. Ik heb 850.000 euro. Ik heb 899.000 euro. Heb je 899? Denk ik dat jij gewonnen hebt. Nou ja... Oh, 7 ton! Ja, maar ja, niemand koopt dit. Ook niet voor 7 ton. Zou ik al 6 plus maanden te koop? Het laatste huis, Koen. Maar die is? 3 punten. 3 punten. 3 punten. 3 punten. Het huis van... Jeroen van der Boom. Echt? Ja. Zo, Jeroen, die heeft goed geboerd hier. Het is in Blaricum. In Blaricum ook nog. Hier heb ik ook een tijdje gewoond in de buurt. Ook in zo'n huis. Ja, dat was waar jij in mijn bed had gekocht. Echt? Ja, dit is vlakbij, denk ik. Ik kan niet kijken waar, of nee, waar jij misschien wel geplast had. Wie weet het? Geen idee. Poept? Dat is niet gebeurd, tenzij je iets nog moet vertellen. Ik moet niks. Het is prachtig wonen hier. Het is heel wat mooi. Wat een ziek huis, wat joh. Een mooi huis. Ik weet al genoeg. Oké, Roel, wat heb jij? Ik heb 2,6 miljoen. Ik heb 4 miljoen en 1000 euro. 4 miljoen, zo. Dus het moet, op het moment dat het 2,3 is, is het in jouw voordeel? Ja, en 1000. Of 3,3. Dat moet wel. Kan niet. Kan niet anders. Oh, yes! Oh, nee! Yes! Jongen, als het op dure huizen aangaat. Nee, ik heb weer verloren. Yes! Dure huizen. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Blauw duimpjes en top zijn. Vergeet niet om te abonneren op dit kanaal. Check al Koens kanaal. Dankjewel voor het opnemen. En de groeten.